Welkom bij de Hortop met Jan. Deze week vanuit een zonovergoten De Vondst in Kromvoort. We zitten vandaag op de kop af, Monique, op de kop af. 2 maanden na het carnaval. En het is hier genieten. Het is hier genieten. Het is hier genieten van het weer. Het is hier genieten van de mensen. Want vandaag wordt de stille genieter bij Carnavalsvereniging Genoten bekendgemaakt. Dat is niet altijd iemand van Carnavalsvereniging Genoten. Ik en Geri hebben hem zelf ook al een keer gehad. En het is altijd een beetje geheimzinnig wie hem dan dit jaar gaat krijgen. Dit jaar is er nog iets bijzonders, want ook wij hebben iets voor iemand van Genoten in petto. Maar dat laten we straks allemaal zien, want anders ga ik te veel vertellen van tevoren. Je moet hier maar eens kijken wie we hier allemaal neer hebben gezet. Het is, het is hetzelfde als 2 maanden geleden carnaval, maar dan pak een beetje 15 graden warmer. Lopen jullie mee? Deze genieter, die organiseert zeg maar dit feestje nou al voor de 6e keer? 7e keer. 7e keer. En het is volgens mij ooit begonnen met het regelen van geld eigenlijk voor een reisje naar Frankrijk. Heel goed. Ik boekte altijd gewoon zelf, dat moet ik versparen. Gij doet het anders, maar gij deed dat voor de hele vereniging. Ja. En dat doe ik eigenlijk ieder jaar. En als je ziet waar dat nou al voor de 6e keer voor jou dan al op uitgekomen is. Het is veel groter ieder jaar weer. Het is ook commerciëler. Ik weet zelf een werk dat is om dat allemaal te regelen. En om dat geld ook allemaal binnen te krijgen. En jij ziet ieder jaar toch die stille genieter aan hem voorbij gaan. Nou, tot overmaat van ramp weer aan een pop. Het zit er weer dit jaar voor jou ook niet in. Maar samen met uw eigen evenementencommissie hebben wij besloten om daar toch iets aan te doen. Om jou toch een beetje in het zonnetje te zetten. En waarom anders geen betere gelegenheid dan tijdens de Hortop met Jan. En ik wil even vragen of er iemand iets gehaald heeft bij de bar. En nou wil ik u niet teleurstellen. Rekent er niet te veel. Want wij dachten... Waar ons Harriat kan in de Bossenbol. Jullie zijn slecht. Je mag uw eigen prijzen. De eerste en de laatste keer zal ik er gelijk bij zeggen. Want anders schept dat in mijn programma zo'n hoge verwachting. Rijk ik jou voor al jouw inspanningen in al die jaren. Namens uw eigen evenementencommissie. De Bossenbol uit. Aan de bar kunnen mes krijgen om het met alle mensen te delen, jonge Willy. Hartstikke bedankt.
is niks zo belangrijk voor een vereniging, en zeker voor de carnavalsvereniging Oeteldonk, als gezonde voeding. Waar zit er dan vitamine in? Wat? Wat zit er dan vitamine in? Geen idee. Geen idee. Is er veel? Want volgens mij een gezonde club als Genoten. Hij legt die telefoon even weg. Een gezonde club als Genoten. Ja, die hebben toch wel goed vitamines nodig. Ja, dat klopt. Nou, als ze lekker eten, krijgen ze veel energie binnen. En dan komt het helemaal goed. Ja, maar ze willen wel hamburgers eten. Ja, hartstikke veel. Al bijna 400. En broodje gezond heb je ook? Nee. Broodje ei? Ook niet. Allemaal in de koffie. Broodje kaas? Ook niet. Geraste witte kool met wortel en radijs? Nee, ook niet. Het klinkt lekker gezond, jongens. Dat komt helemaal goed. Want wij zien een heel groepje rondom een paal. Ik denk, het gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. Dat scheelt niet veel. Het zal best nog wel even spannend blijven. Ja, want normaal zie je er altijd een eenling doen. Nou... En jij doet het meer in een groepsverband. Ik moet zeggen, je hebt een goed gezelschap uitgekozen. Ja, bescheid hier mijn vriendin. Mijn dochter en nog een dochter. En mijn schoonzusje. Ja, dat krijg je niet kapot met deze dag, Jan. Gaat het? Ja hoor, ja wel, zeker wel. Moeten jullie ook spelen? We hebben net gespeeld, je hebt ons net gemist. Maar dan heb ik eigenlijk gemist wie er gewonnen heeft. Of gewonnen, wie de uitreiking van de stille genieter heeft gekregen. Oh, dat zou ik niet weten, ik heb het niet gezien, want ik heb daar staan blazen. Je ziet hem denk ik ook niet voorbij lopen. Voorbij lopen? Nee, niet. Niet voorbij lopen? Het is namelijk Boer Knillers. Boer Knillers, oké. Okay. En die staat hierachter. Hij zit dan met een microfoon te trekken, dat betekent dat hij het woord wil hebben. Jordi. Hey, Menneke. Ben ik ook stil aan het genieten? Ja, hij zit al met twee dingen tegelijkertijd nou, hè. Ja. Hij is al vanuit de andere kant. Ja, hij wordt een beetje muug, denk ik. Ja. Hey, ik heb een bloemetje. Hij wilde niks over kwijt. Ja, hij last van de zon, denk ik. Kan hij wat langzaam aan wennen, denk ik. Ja, zo is dat. Maar hij is een goede carnavalsvierder, hoor. Vorig jaar hebben we carnaval geboren, dus dat ken eigenlijk niet anders, hè. Kijk, en dan nou twee maanden na de carnaval. Zo is dat. Hey, veel plezier. Bedankt, hè. En vanaf een kei drukkende vondst zit het er voor ons voor deze week weer op bij de Hortel Mayan. Hartstikke mooi. Ze hebben even de stille genieten. Niet dat je denkt van, dat hebben ze eerder opgenomen. Want het speldje hangt er niet. Die hebben ze even weggeleed. Je weet nooit hier dat het buiten in één keer weg kan. En het is natuurlijk een speciale onderscheiding geweest. Nou ja, ik vond ook heel terecht voor Willy de Bossenbol. Absoluut. Ik weet hoeveel werk daarin zit. Oh, als je dit allemaal op poten wil zetten, ieder jaar weer. Maar dat voor deze week. Wij zien elkaar volgende week terug bij de Hortel Mayan. Tot volgende week.